Hallo, hallo. Leuk dat jullie weer kijken naar FEM. Deze week een video op veler verzoek, namelijk een video met auditie- en acteertips. Dus ik zeg maar meteen, als je geen interesse hebt in acteren, kan je beter even kijken naar een van de andere leuke video's hier op FEM. Zo ja, nou, hartstikke leuk. Wat wil ik aan jullie vertellen? Ik ga het hebben over hoe je actrice wordt, een aantal castingbureau tips, hoe de auditie eruit ziet en tot slot geef ik je 10 speltips, dus die je kunnen helpen om je spel te verbeteren. En ik zou zelf willen dat ik deze tips had gehad toen ik 16 was, want toen deed ik mijn allereerste auditie voor Costa. Ja. Voor een hoofdrol zelfs. En ik bakte er eigenlijk helemaal niks van. Ik heb met mijn ouders zitten oefenen. Ja, die konden er ook niks van. Dus het was eigenlijk gewoon prut en je had toen nog geen YouTube. Dus ja, ik hoop dat als je actrice wil worden of dat je wel eens een casting doet omdat je het leuk vindt om een keer een commercial te spelen bijvoorbeeld, dat deze video dan gaat helpen. Oké, als eerst, hoe word je actrice? Er zijn 4 toneelscholen in Nederland, dat zijn de gesubsidieerde scholen. En daarbij geldt een hele strenge selectie, dus het is heel erg moeilijk om daar aangenomen te worden. Dus daarom zou ik altijd aanraden om eerst een vooropleiding te doen, sowieso om ook te leren spelen. Want eigenlijk wordt er van je verwacht dat je al best wel goed kunt spelen op het moment dat je auditie doet op een toneelschool. Ik heb zelf ook de vooropleiding gedaan, de vooropleiding theater in Utrecht van de HKU. En dat is een jaar fulltime. Superleuk, mag je gewoon lekker proberen en op je bek gaan. Nou, dat zou ik zeker aanraden. Maar er is nu ook een nieuwe vooropleiding in Amsterdam en er zit er ook een in de buurt van Arnhem. Dat is een samenwerking met Artes, dat is de toneelschool daar. De 4 toneelscholen zitten trouwens in Utrecht, Maastricht, Amsterdam en Arnhem. Maar er zijn ook heel veel particuliere opleidingen. En het is best wel moeilijk soms om te bepalen van nou, welke is goed, welke is slecht. Dus ik zou daarover altijd advies vragen of gaan kijken of ja, praten met de docenten, wie geven daar les. En je kan trouwens ook nog een vooropleiding doen van de LOT, Landelijke Oriëntatie Theaterscholen. En dat is dan in het weekend. En dat leert je ook al om te gaan met audities voor de theaterschool. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het jou leuk lijkt om eens een keer in een commercial te spelen of een kleine rol in een film. En je wil niet per se actrice worden, maar je hebt wel bijvoorbeeld theaterervaring. Dan kan je je ook inschrijven bij een castingbureau. Want castingbureaus die leveren jou vooral tv-werk op en soms ook theaterklussen. En daar kan je al eigenlijk inschrijven vanaf dat je kind bent. Dat zijn dan casting/modellenbureaus. Dat heb ik toevallig ook gedaan. Ik heb mijn moeder helemaal de oren van de kop gezeurd en toen mocht ik bij de kids ben ik gaan werken. Maar over dat inschrijven bij een castingbureau moet ik je wel zeggen, uit eigen ervaring, ik zou je niet te snel inschrijven, want om een voorbeeld te geven, ik was dus al 16 dat ik audities deed voor allerlei series. En eigenlijk had ik toen heel weinig spelervaring. Dus wat gebeurt er? Je gaat op auditie en de ene keer doe je het heel goed, hè? Want je hebt natuurlijk, ja, ik had er wel even gevoel voor. En ik had ook wel eens een lesje gehad op de middelbare school. Maar je kan het nog niet super goed. En om dan op het einde, als je echt je vakopleiding hebt gedaan, om je dan te bewijzen. Soms is het dan heel moeilijk voor een casting director die jou al die jaren al kent, om dan ineens te denken, hé, nu kan ze heel wat anders. En ik heb daar best wel hard voor moeten vechten. Dus als je gaat inschrijven bij een castingbureau en je wil echt acteur of actrice worden, let er dan op dat je wel echt al wat kan. Dat is mijn advies, want dat had ik eigenlijk anders willen doen. Nou, er zijn een hele hoop castingbureaus en een hele hoop slechte castingbureaus. Daarom heb ik onder deze video een lijst gezet met alle castingbureaus die ik goed vind en waar ik voor werk of voor heb gewerkt. Maar mocht je nog vragen hebben over bepaalde castingbureaus, mag je me die natuurlijk altijd stellen. Oké, en dan de voorbereiding van de casting. Zorg als eerste natuurlijk dat je goed bent uitgerust, want het scheelt gewoon dat je onwijs scherp bent en dat is belangrijk als je gaat spelen. Qua kleding, ik kleed me altijd een beetje naar de rol, dus het hangt er vanaf natuurlijk wat voor rol je speelt. Maar een casting director ziet de hele dag verschillende types en die moet al misschien door jouw kleding heen kijken. Om een voorbeeld te geven, als jij onwijs hip gekleed bent en je speelt een heel timide, verlegen meisje dat niks weet van make-up en van kleding, dan is het voor een casting director alweer moeilijker om doorheen te kijken. Dus leef je in de rol, ook qua kleding en qua make-up. Want heel veel meiden en vrouwen die doen vaak veel te veel make-up op. En het advies wat ik heel vaak van casting directors heb gekregen is, doe eigenlijk het liefst niks op. Nou ja, daar voel je natuurlijk ook niet helemaal comfortabel bij, maar zorg dan dat het in ieder geval heel natureel oogt. Want grappig genoeg kunnen ze die make-up er wel bij denken, maar ze willen gewoon echt de pure jou zien. En qua kleding gelden de regels dat je beter geen streepjes en ruitjes et cetera aan kan doen. Dus geen drukke afleidende patronen. Doe ook geen zeg maar drukke teksten waar je, stel je voor ik heb hier een tekst aan en je ziet maar de helft van die tekst. Dan gaan mensen proberen te raden wat er
op je shirt staat. En dat is super zonde, want ze moeten naar jouw gezicht kijken. Dus hou het rustig. Meestal draag ik gewoon een effen shirt, blauw, want het staat me goed. Of gewoon lichte dingen. Hou het rustig. En het allerbelangrijkste als je een auditie hebt met tekst, we hebben het nu natuurlijk over camera acteren, zorg dat je je tekst leert. Zorg dat je je tekst super goed leert, van binnen, van buiten, van voor naar achter. Ook de andere kant, zeg maar de andere rol. Want op het moment dat jij straks die auditie hebt, dan ben je al zo zenuwachtig of afgeleid door allerlei andere dingen. De regisseur gaat jou vragen om het op een andere manier te spelen. En dan wil je absoluut niet hoeven na te denken over wat je tekst is. Dus zorg dat je hem echt goed weet. Wat ik heel vaak doe is dat ik andere dingen ga doen en dat ik ondertussen die tekst door moet blijven ratelen. Omdat ik mezelf dan bewust afleid of in de beweging, zodra je gaat heen en weer lopen of gaat rennen, dan vergeet je sneller je tekst. Dus dat is een goede truc ook om het te leren ondertussen. Hoe ziet een casting eruit? Meestal zijn er meerdere mensen aanwezig, want er is natuurlijk een cameraman en er is een casting director. Maar soms is de regisseur ook aanwezig of een producent of iemand die meer met het project te maken heeft. Dus verwacht in ieder geval een aantal mensen daar achter een tafel. En zodra je binnenkomt, is dat eigenlijk het allerbelangrijkste moment. Vooral als er natuurlijk een regisseur bij is, want die moet eigenlijk verliefd worden op jou. Maar een casting director heeft ook een dikke vinger in de pap. Dus zorg ervoor dat het moment dat je binnenkomt, dat je al meteen er bent en dat je je laat zien. Dus niet dat je nog in je telefoon zit of je jas half aan het uittrekken bent. Maar zorg dat je echt indruk maakt en mensen goed aankijkt. Geef iedereen even een hand. Oké, en dan is het tijd om voor de camera te gaan staan. Wat je altijd zou moeten doen is je even voorstellen. En dat is eigenlijk heel simpel. Je hoeft alleen te zeggen hoe je heet, hoe oud je bent, waar je woont en je leeftijd en je spelervaring. En hou het beknopt. Dus het hoeft maar maximaal een halve minuut te duren. En vertel gewoon alleen de titel van het project wat je hebt gedaan. En heb je heel veel figuratieervaring, zou ik zeggen, bij de professionele castingbureaus, laat dat achterwege. Dat is meer leuk voor jou, maar dat heeft niet heel veel met spel te maken. Daarnaast heb ik nog 10 tips voor jou die je kunnen helpen in je spel. Mijn eerste tip is, zorg dat die ruimte, nog voordat je er binnen bent, dat het eigenlijk al jouw ruimte is. Dus heb nagedacht over, waar is jouw personage? Heeft ze net afscheid genomen? Heeft ze misschien net ruzie gehad of een lachfilm gekeken? Maar zorg dat je weet wat de situatie ervoor is geweest en waar je bent. Dus letterlijk in de ruimte. Want een scène begint niet als de tekst begint. Nee, een scène die begint al voordat er eigenlijk actie wordt geroepen. Dus zorg dat je op het moment dat de camera aangaat, dat jij al aan het spelen bent. En als jij gewoon aan het staan bent en je moet bijvoorbeeld wachten op een zin van je tegenspeler, zorg dan dat je al iets aan het doen bent en niet gewoon zo staat te wachten tot diegene zijn tekst zegt. Want ja, dat heeft niks met acteren te maken. Dus doe iets, geef jezelf een handeling, weet je wel, om het jezelf makkelijk te maken. Het kan zijn dat casting directors soms heel ongeïnteresseerd zijn. En bijvoorbeeld, ik heb wel eens meegemaakt dat ze gewoon de krant zaten te lezen tijdens mijn auditie. En ja, dan ga je natuurlijk denken, wat is die nou aan het doen? Dat was dan op een toneelschool. Maar soms doen ze dat alleen maar om je expres af te leiden. Gelukkig zijn de mensen niet zo vaak zo gemeen, hoor. Maar het kan dus voorkomen dat ze met hun telefoon aan de Het kan dus zijn dat ze soms met hun telefoon bezig zijn of gewoon andere dingen aan het doen zijn. Laat je daar niet door afleiden. Vergeet alles om je heen. Wees gewoon helemaal je personage. En acteren is natuurlijk reageren. Dus zorg dat jij ook speelt voordat de scène begint, voordat er actie is geroepen. En weet ook goed wat je subtekst is. Dus datgene wat je voelt. En niet alleen maar dat wat je zegt. Want het gaat niet alleen maar om wat je zegt, maar ook juist om wat er gebeurt tussen de zinnen door. En dan kom ik meteen eigenlijk al bij mijn volgende tip. Wees ook stil. Want bijna alle amateurs die maken de fout dat ze heel snel achter elkaar alle zinnen eigenlijk maar eruit gooien. En in het echte leven gaat er heel vaak gedachten vooraf voordat je iets zegt. En dat is natuurlijk ook als je acteert. Je weet niet meteen al helemaal wat je gaat zeggen. Dus nou hoef je niet heel erg bedachtzaam te gaan praten. Maar je mag best pauzes laten vallen, weet je wel. Zorg dat het ritme van een scène, van de tekst, dat afwisselend is. En niet de hele tijd precies hetzelfde. Maar soms mag er best een lange stilte vallen. Een volgende tip is, hou je mimiek zo rustig mogelijk. Want dat zie je nu waarschijnlijk ook wel. De camera laat alles zien. Dus je ziet elk trekje van een gezicht. En dit is een close-up. En meestal in audities filmen ze altijd één totaalshot, waarbij jij en de andere acteurs die misschien ook auditie doen te zien zijn. Maar vaak gaan ze daarna al snel over op een close-up. En alles wat je te veel doet, dat is echt verschrikkelijk om naar te kijken. Dus hou het zo rustig mogelijk. Je hoeft helemaal niet zoveel te doen.
Zolang je maar denkt wat er aan de hand is. Zolang je maar blijft meevoelen in de scène. Dus dat je niet een verstilde pop bent. Maar ja, hou het gewoon rustig. En, volgende tip, speel naar voren. Want als ik zo ga zitten spelen de hele tijd, bla 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 bla, dan zie je eigenlijk al helemaal niet meer echt wat ik nou voor expressie heb. Want het zou nu ook kunnen dat ik nu heel anders kijk. Dat doe ik nu namelijk. En ik heb geen idee hoe het eruit ziet. Misschien wel 6 onderkinnen. Maar dat is gewoon zonde. Want je moet je laten zien. Dus ook al staat iemand zo naast je, probeer zoveel mogelijk naar voren te spelen. En niet in de camera te kijken, maar naar voren. Dus je kan ook, als daar mijn tegenspeler is, kan je ook zeggen, ja, waarom moet je dit nou weer de hele tijd zo doen, weet je? Dan heb ik even naar voren gekeken en opzij. Dus dan combineer je die twee. Maar probeer zoveel mogelijk open te spelen naar de camera. Dus wees je ervan bewust, oh, ik ben nu afgedraaid. Doe iets waardoor je weer te zien bent. Tip 8. Stop nooit uit jezelf. Je stopt pas met acteren als er kat wordt geroepen. Of dankjewel of iets. Maar je stopt nooit uit jezelf. Je blijft altijd maar doorspelen. Dus ook als de tekst op is. En vaak willen regisseurs je testen. Dus dan gaan ze kijken, nou, wat komt er? Weet je, gaat er nog iets gebeuren of ben je gewoon een beetje dood aan het gaan? Soms ontstaan er hele nieuwe scènes vanuit die stilte op het einde. Dus ja, dat kan heel erg mooi zijn. Nooit stoppen op het eind. Tip nummer 9. Het kan zijn dat aan het einde van je screentest dat de regisseur of de producent aan jou vraagt, hoe vond je het gaan? En dat jij dan zegt, ik vond het niet goed gaan, ik zat er niet lekker in. Doe dat niet. Waarom zeg ik dit? Omdat ik zelf die fout heb gemaakt. Ik had een auditie voor een film, een hoofdrol van een film. En die auditie ging dus hartstikke goed. Maar ik was gewoon knijter, onzeker. En die regisseur vroeg aan het einde, hoe vond je het gaan? En ik zei, ja, ik weet het niet. Ik zat er niet helemaal lekker in. En ik loop die deur uit en de casting director die komt mij achterna gerend. Die zegt, wat zeg je nou? Wat doe je nou? Hij was helemaal weg van je, maar nu zit hij te twijfelen. Dus dan heb ik het gewoon echt voor mezelf verpest. Dus bij deze een les voor jullie. Blijf positief. Weet je, het is altijd goed om een beetje kritiek op jezelf te hebben, maar het is wel een screentest. Dus probeer gewoon heel positief te zijn. Ja, en de laatste tip. Heb lol! Ja, want door al deze do's en don'ts van wat je allemaal moet doen en waar je allemaal aan moet denken, zou je bijna vergeten om lol te hebben. Maar waarom sta je er überhaupt? Omdat je het leuk vindt om te spelen. Dus vergeet dat niet. Het is heel erg belangrijk dat je dat voor jezelf leuk maakt, maar ook dat je het laat zien. Want uiteindelijk willen mensen, gaan ze langer met jou werken en willen ze ook zien of je leuk bent om mee te werken. Nou, dit waren mijn acteertips. Een beetje een ander soort video dan normaal. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Heb je nog vragen, laat me weten in de comments. En tot over 2 weken dan weer. Een hele fijne kerst alvast. Doeg! Je moet bewust zijn naar het gevoel dat je zoekt en niet rationeel vooraf al alles afknellen. Ik blijf te verrassen, denk ik. Ja.